Ja, uiteraard een zwaar bevochten wedstrijd. We weten sowieso dat Antwerpen is een goede ploeg is. Wij hadden voor de wedstrijd helemaal geen schrik voor tegen Antwerpen te spelen. Wij weten als we van onze eigen capaciteiten uitgaan, van ons eigen voetbalvermogen uitgaan, dat we een goed resultaat kunnen neerzetten. Nee, als je tegen Antwerpen moet spelen, dan weet je, als je één punt haalt, heb je een goede wedstrijd gespeeld. We moeten niet wegsteken dat Antwerpen een goede ploeg is. Nu, als je vandaag de wedstrijd bekijkt, dan zie je dat Gelco hasselt, dat we toch wel iets in huis hebben om Antwerpen partij te geven. Nu, voor hetzelfde geld winnen we vandaag die wedstrijd. Voor hetzelfde geld verliezen we die wedstrijd. Dus uiteindelijk zit je dan met de juiste resultaten. Dat het 1-1 of 3-3 en dat we elke punt hebben. Nu, de mensen die hier vandaag geweest zijn, dan denk ik dat het propaganda was voor het zaalvoetbal. En ik ben eigenlijk trots op hetgeen wat we vandaag neergezet hebben. Nu, het spijtig voorval dat we hebben met de echtgenote van onze voorzitter, dat die er niet kan bij zijn. Zij is in het crematorium. En onze voorzitter is niet aanwezig. En het is eigenlijk dat punt wat we vandaag gehaald hebben, dat we opdragen aan Lily. En ik hoop dat George die zware slag wat hem te verduren heeft gekregen, snel te boven is. En langs deze weg ook nog eens de hele familie van de overleden Lily. Een sterkte. En het punt is voor Lily vandaag. Worden we allemaal stil van en dan wordt voetbal of voedsel bijzaak? Ja, dan wordt het inderdaad bijzaak. Als we zien hoe rap dat het kan gaan. Dan moeten we ook zo zeggen, goed dat we vandaag hier tegen Antwerpen gespeeld hebben en dat de wedstrijd begonnen is als zijnde vrienden en dat de wedstrijd geëindigd als zijnde vrienden. En het leven is kort genoeg, dus als we plezier hebben aan het voetbal en aan onze sport, ik denk dat dat voornaam is. Tot slot, tevreden met het punt. Tot slot, tevreden met het punt, ja.